Leuven staat algemeen bekend als de studentenstad bij uitstek. Maar die studenten vergeten vaak de rijke geschiedenis van de stad. Cultureel Erfgoeddag stopt de tijd en neemt je mee naar het verleden. Ik vind het wel interessant om de monumenten die daar in België, of over heel de wereld zo'n beetje, er nog overblijven van de oorlogen en van de geschiedenis. En ik vind het wel interessant om daar nog wat informatie over te hebben en te kijken wat er nog van rest. Wat is nu het allermooiste kiekje van de Universiteit Biep in Leuven? Ik vind de trap met de klok heel leuk. Het is zo'n beetje het Harry Potter effect. En dan met de bibliotheeksboeken in de kasten vind ik wel heel leuk. Cultuur is, ik denk voor mij, traditie. Ik denk dat het vaak iets is dat heel vaak vergeten wordt bij jongeren. Dus ik moet altijd, naar mijn mening, iets terug meenemen van de geschiedenis. En de geschiedenis vertelt hier tijdens deze happening echt wel meer over van waar we vandaan komen en wat onze traditie en wat onze cultuur zo belangrijk maakt. Cultuur, het is de zaad op de patatten. Het is iets dat je op het eerste gezicht niet nodig hebt, maar dat je niet kunt missen. Ook in het M-museum ligt een schat aan geschiedenis, klaar om ontdekt te worden. Wat vinden jongeren van vandaag belangrijk in erfgoed en in cultuur? Ik denk dat dat vooral belangrijk is, omdat dat hetgeen is dat onze maatschappij heeft gevormd. Wij leven er allemaal naar zonder dat we dat eigenlijk door hebben, denk ik. Het is een hele geschiedenis en door de geschiedenis zijn we nu eigenlijk hoe dat we zijn nu. En dat is toch wel belangrijk dat mensen dat weten, denk ik. We staan hier op de Oude Markt en wat is cultuur voor u? Ja, voor mij is cultuur bijvoorbeeld op mijn gitaar hier buiten spelen. Dat is een uitlaatclub, dat is leuk. Kortom, Cultureel Erfgoeddag was wederom een leerrijk succes voor jong en oud.